Het gebeurde zomaar, heb ik als titel boven dit waar gebeurd verhaal gezet. Maagde, mevrouw en meneer Van Akker, als eigenaar van de vele mysterieuze schuilkelder aan de Sint-Vincentiusstraat. Met, naar ik meen, enige medewerkers en de publiciteit in de vorm van Maarten van Halderen van de Heemkundekring. Dames en heren. Monsieur Pastoor van Loon zal zeker met een brede tevreden lach vanaf boven zijn geesteskind zijn schuilkelder gadeslaan en wachten op de totale afronding. De heer Van Akker, dat is iets wat ik ertussen gezet heb, want dat heeft hij nog niet gedaan, wat meneer Van Akker heeft. De heer Van Akker heeft de plannen met de daaraan verbonden problemen duidelijk uitgelegd. De voormalig uitgezonden militaire Oosterhout wensen hen, die met de verdere uitvoering belast zijn, alle succes toe. Sta men toe een waar verhaal te vertellen dat betrekking heeft op schuilen, onderdak verlenen aan joden, verzetstrijders en knokploegen, etc. Mijn vader had een winkelwerkplaats aan de Leijzenhoek nummer 3 in ruiwielen en onderdelen. Vele artikelen waren op de bond, zoals pedalen, banden en complete rijwielen. Nu ons avontuur. Ik had de klant in de winkel geholpen en liet hem langs de voordeur naar buiten. Toen ik de deur dicht deed, zag ik vanuit mijn rechterooghoek dus een stafauto van de SD, ziekenhuisdienst, ter hoogte van Café van der Zanden stoppen. Twee militairen stapten uit en liepen naar de huizen aan de rechterzijde en bekeken zeer waarschijnlijk huisnummers. Toen begon bij mij het alarm af te gaan en liep ik naar de gesmeerde bliksem naar onze werkplaats, bracht in korte bewoordingen mijn vader op de hoogte wat ik ging doen en fietste de Waterloostraat heen richting sigaarfabriek Lombok, waar Adrie Hoekstra met zijn broer Joop op de kantoren werkte. Ik bracht hem op de hoogte van mijn gedachtegang en Adrie zei, juist gehandeld. Ben je met de fiets? Ja. Dan als de donder hier vandaan voordat ze ons oppakken. Ga jij fietsen, dan spring ik achterop en geef je de weg aan. Veerse weg, links, Mildense Steeg, boven aan de kant van de polder. Langs de Klaterse Dreef naar een vaartpad richting Goortse Brug. Daar aangekomen ben ik afgestapt, de brug opgelopen om te zien of er wel schildwachten stonden. Ging. Richting Vrachtse Straat. Voordat wij eraan kwamen, zei hij, stop maar Jan, omdraai en langs dezelfde weg terug. Groet je ouders hartelijk van mij en kijk niet om. Wat je niet weet, weet je niet. Zonder om te kijken ben ik met een tevreden gevoel naar huis gereden. Niet enig bericht meer van hem ontvangen. Tot op 4 mei 1995, tijdens de onthulling van het bevrijdingsmonument in het stadspark nabij de Neuvel. Zij woonden in Australië en waren, Adrie en zijn vrouw, voor deze onthulling uitgenodigd. Hij kon dan gelijk zien dat zijn broer Freddy in 1940 gesneuveld zijn naam op het tablet aangebracht was. Jos van Alphen, het dorst, belde mij en vroeg of ik naar de onthulling kwam. Ja hoor, hier kom ik ieder jaar. Jos zou Adrie en zijn vrouw bij het monument opvangen en naar mijn huisadres aan de Vrijstraat 21 begeleiden. Geweldig wat een weerzien en een uitbundige begroeting. Na koffie en een drankje, waarvan Adrie het woord vroeg. Beste mensen, fijn jullie na zoveel jaren terug te zien. Ik was hier nooit meer geweest als Jan niet zo kordaat gehandeld had en mijn leven gered heeft uit handen van de Duitsers. Aan hem dank ik mijn leven. Na enige prettige uurtjes hebben we afscheid van elkaar genomen. Kort daarop is hij weer naar Australië vertrokken en niets meer van hem gehoord. Totdat ik op 13 januari 2000 van zijn vrouw een luchtpostbrief kreeg met de mededeling dat Adrie Hoekstra, 81 jaar oud, op 1 februari 1998 was overleden. Ik heb het er even slecht mee gehad. Zijn schuilplaats is tot op heden geheim gebleven. Adrie. Rust en vrede, ik zou het zo weer voor je doen. Dames en heren, bedankt voor uw aandacht.